volledig achter de aankoop van Bas Dost stond. Ja, hij dan moet je die, heel graag gebeuren. Precies, dan moet je die jongen ook wat vertrouwen geven. Want spitsen, die moeten ook een beetje de wind mee hebben. Als ze dan gaan scoren, dan gaat het vanzelf weer. Maar laat hem dan ook even staan. Geef hem dat vertrouwen. Ja. Jij rouwde ook niet veel, hè, als er iets misging in jouw tijd. Nee, want dan had ik wel aan een rauw proces kunnen blijven zitten. Ja. Was hij nooit eraan gekomen? Nee, dat was een aaneenreiging geweest van teleurstellingen. We gaan kijken naar een portretje van iemand. Nee, jij hebt een mooie carrière gehad. Kalering. Dries Mertens is een van de belangrijkste spelers van